De verkiezingen die komen eraan, zijn jullie daarmee bezig? Wel, ja, niet de hele dag natuurlijk, maar ik ben er wel mee bezig, ja. Ik vind het wel belangrijk. Nou, wij zijn regelmatig gaan kijken. We horen natuurlijk bij de oudere generatie. Dus ik ben heel benieuwd welke partij nou een beetje. Het gaat tegenwoordig wel heel veel over de jeugd en de jeugd dit en de jeugd dat. Vind ik, hoor, persoonlijk. Dus ja, kijken welke partij nou ook nog een beetje achter de ouderen staat. Eigenlijk helemaal niet. Net zoals half Nederland. Totaal geen vertrouwen in de politiek. Nee, nog niet. Ik heb me er nog niet in verdiept, dus dat moet ik nog doen. Nou, eigenlijk vind ik het heel moeilijk, als ik eerlijk moet zijn. Want het is, ja, je weet eigenlijk nog niet op wie je moet stemmen. Want dat springt van links naar rechts. Met welke onderwerpen houdt u zich dan bezig? Wat vindt u belangrijk? Ja, wat zoal wat belangrijk niet wordt gemaakt, hè? Het milieu. Migratie ook. Dus migratie. Nou, woningbouw. Voor al die jongeren, die studenten die allemaal thuis moeten blijven wonen. Dat. En gewoon jonge mensen met gezinnen die helemaal niet ooit aan een huis kunnen komen. Zorg. Welzijn gewoon in de omgeving. Milieu is ook wel een ding. Ja. Nou, zo dat mensen in ieder geval een beetje normaal kunnen leven. En uiteraard vrede. Dat mensen goed met elkaar omgaan. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Heeft u nog wel vertrouwen in de politiek? Je moet altijd vertrouwen blijven houden, neem ik aan. Hè? Want ja, zonder kunnen we ook niet. Niet echt. Het is hier veel te versplinterd allemaal. Vind ik. En we hebben het al te vaak gehoord. Dan beloven ze van alles met het kopje zak. Ja, maar dan komen we door de coalitiebeleid. Dan hebben ze met zoveel partijen te maken. En dan moeten ze maar. En dan zijn ze zo aan het strijden dat er van al die plannen niks terecht komt natuurlijk. Ik heb het kabinet dus ook uit elkaar gevallen nu zo. Dus dat is ook weer hoop gedoe om dat weer opnieuw op te bouwen. Dat. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. En waarom niet? Ja. Waarom wel? We kijken wat ze allemaal beloven en wat er allemaal nergens iets van uitkomt. Nou, je moet wat, hè? Hallo. Dus ik wil wel graag vertrouwen hebben. Ik bedoel, ik ben wel blij dat het nou gewoon helemaal op de schop gaat en dat het hopelijk echt anders gaat worden. We hopen er het beste van, laat ik het maar zo zeggen.